Robots bouwen, typen op een typemachine en spelen op tablet. Het kon vandaag allemaal in het Groninger Forum. 250 kinderen van opvangorganisatie SKSG konden op die manier tijdens de voorjaarsvakantie kennis maken met techniek. De organisatie vindt dat belangrijk omdat de kinderen dan op de middelbare school al een voorsprong hebben op leerlingen die daar geen les in hebben gehad. Wij willen dat op een leuke, speelse manier laten zien en kinderen vooral laten ontdekken waar hun talenten liggen, waar hun krachten liggen. En door een heel groot aanbod hopen we dat iedereen daar vandaag kan halen wat hij of zij daar zoekt. Wat is dan je favoriete proefje geweest wat je hebt gedaan? Dat. Wat heb je daar gedaan? Moest je een naaldje in een aardappel doen en dan moest je en ook een spijker. En dan moest je met een ander naaldje moest je tegen die spijker aan en dan was er zo'n dingetje. En dan daar kon je kijken hoeveel hij weegt, soort van. Ik vind het best wel leuk, want je moet zelf op een papiertje met stift tekenen en dan heb je een klein botje die... Lees dan die kleuren en dan heb je een lampje en die rijdt er dan overheen. Dat is het leukste wat ik tot nu toe heb gedaan. We hebben steeds meer te maken met technologieën. En in elk werkveld wordt het eigenlijk steeds meer gevraagd. En je hebt er alleen maar profijt van. Weet je, als je weet hoe een tablet werkt en als je weet wat de technologieën daarachter zijn, dan levert je dat alleen maar een enorme voorsprong op de arbeidsmarkt in de toekomst. Ze merkt ook dat kinderen op een steeds jongere leeftijd al verstand hebben van nieuwe technologie. Je merkt dat kinderen steeds meer weten hoe een tablet werkt, welke technologieën erachter zitten. We werken bij SKSG ook met een digitaal aanmeldsysteem. Kinderen weten soms gewoon beter hoe het werkt dan PM'ers. En het allermooiste is dat je van elkaar kunt leren. Dat wij kinderen wat kunnen leren, maar dat we dat andersom ook kunnen. En dat is, dat is fantastisch. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld 10 jaar geleden, is dit al zoveel meer dan dat het was. En we hopen dat we die stijgende lijn vast kunnen houden en dat het over 10 jaar nog veel meer is. Wat vind jij ervan? Lekker rustig en lekker veel spelletjes doen vooral. Best wel fijn hier eigenlijk. Ja. En we kunnen heel veel leuke dingetjes doen hier. En ik vind het hier best wel leuk. Wat ik nu tot nu toe gemerkt heb, is dat iedereen enthousiast is. Ze verbazen zich over de allernieuwste dingen en de nieuwste technologieën. En we willen ze juist daar een kijkje achter geven. Dus het enthousiasme groeit alleen maar met de menu dat ze hier zijn. Dus dat is het belangrijkste.